President Desiré Bouterse heeft in zijn nieuwjaarsrede 3 januari uitgeroepen tot dag van nationale rouw. De regering wil op die manier rouw betonen aan de nabestaanden van het tragisch bootongeval op de Kopenhame-rivier. Bij dat incident hebben elf personen het leven gelaten. Deze tragedie heeft ons opgeschrikt. De regering en de gemeenschap hebben onmiddellijk eerste hulp geboden. Om te redden wat te redden was en om het leed te verzachten. De regering heeft besloten om 3 januari uit te roepen tot een dag van nationale rouw. Laten wij allen bidden voor de nabestaanden. President Bouterse bleef ook stilstaan bij 2019, het jaar voor de verkiezingen, het zogenaamde voorverkiezingsjaar. Volgens het Staatshof is het moment aangebroken om de actieradius te verhogen. Dat betekent ook dat plannen van de afgelopen jaren afgerond moeten worden en lopende acties moeten worden afgemaakt. Landgenoten, de blijvende stabiliteit van de wisselkoers geeft vertrouwen in de economie, waardoor de nationale en internationale bedrijven en ondernemers genegen zijn tot investeren in ons land. Dit nu zal gunstig werken op de verdere groei van onze economie en op alles wat daarmee samenhangt. Een fragment uit de nieuwjaarsrede van president Bouterse, die aangaf dat de stabiele wisselkoers vertrouwen geeft in de economie van Suriname. De president riep het volk op om 2019 te maken tot een jaar van goede resultaten.